Goedemorgen. Ja, ik ga heel even nog. Even een doekje over mijn gezicht. Even frissen. Ik heb wel gewassen en zo natuurlijk. Maar vind ik altijd lekker 's ochtends even zo'n doekje. Dan heb ik van de Primark. Nou, we doen een Get Ready With Me. Praat een beetje zachtjes misschien, maar Wessel ligt nog in bed, want Wessel is thuis. Vitamine C. Crème. Dat doe ik gewoon één pompje en dan. Ja, Wessel is thuis. Wessel is thuis en hij kreeg zondag, denk ik. Ja, het is nu dinsdag. Hij kreeg zondag kreeg hij een berichtje van school dat leerlingen van, die vanuit het buitenland kwamen, die moesten een negatieve coronatest kunnen overleggen. Nou, prima. Maar die mocht niet langer ouder zijn dan 48 uur. Dat wordt wel een probleempje. Maar goed, dat problemen zijn er om opgelost te worden, moet je maar denken. En daar stond ook in dat in België was besloten dat als je langer dan 48 uur van plan was in België te blijven, moet je in quarantaine 7 dagen. Dat heeft geen nut. Bovendien is het internaat gesloten voor Nederlandse leerlingen. Dus waar kan die dan verblijven? Ik ga geen hotel voor hem boeken, want ik heb die school al betaald. En een hotel kost toch gauw, nou, zeg dat je een budget hotel neemt, 60 euro per nacht. Waar die dan vervolgens 7 dagen in quarantaine moet. Dan is de schoolweek voorbij. Komt hij naar huis in het weekend. En dan moet hij maandag terug naar school. Dan moet hij weer 7 dagen in quarantaine. Dus die is thuis. En die heeft afstandsleren aangevraagd. Maar ja, die mist nu wel een hoop praktijk. Dus dat zijn praktische dingen waar we nu tegenaan lopen. Eigenlijk. Met corona. Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, het zal wel. Hij ligt nu in zijn kamer. Nou, hij zal wel niet meer slapen. Dat verwacht ik niet. Maar, ik doe even die poreless dingen op van Catrice. Ja, zo zie je het. En wat ik vaak doe is van Catrice even zo'n Deep Prime spray. Lekker. Maar ja. Verder is het hier allemaal heel rustig verlopen met de feestdagen. Wessel moest oudejaarsdag werken. Tot 8:30 of zo. En nou, die werd hier wel al heel vroeg in de ochtend, zo om 10 uur, weer vuurwerk afgestoken op het pleintje. En door kinderen die hier niet woonden overigens. Maar het is het enige speelpleintje volgens het dorp. Dus, en er is ook s'avonds wel wat dingen afgestoken. Maar lang niet zoveel als vorige jaren. En ik heb een enorme koortlip trouwens. Dus het lijkt of mijn lip opgespot zijn, maar dat is niet zo. Ik zit lekker te wapperen ondertussen. Ik heb enorm jeuk op mijn rug. En dan zo'n plekje waar ik niet bij kan, weet je wel. Nou ja, dat was het eigenlijk. Geen corona. Bijwerking van de medicijnen. Water. Foundation. Ik gebruik nog steeds de True Skin van Catrice. Twee pompjes.
meer dan genoeg aan. En een heel klein beetje van die glossierie doe ik erin, want anders vind ik hem iets te mat. En dan valt de kruid wat. Bounce. Ik heb ook wel een kwast waar ik het vaak mee doe. Deze is van Real Techniques. Maar misschien dat ik nog even mijn ogen daarmee doe, dat het dan wat beter zit. Maar dit is mijn spiegel. Ik zal hem niet in beeld zetten, want dat heeft geen nut. Oké. Ik wil wel even zeggen. Nee, ik irriteer me aan een heleboel dingen trouwens. Waar ik me aan erger. Irriteren is een groot woord. Waar ik me aan erger. Is dat het blijkbaar normaal is. Dat als. Mensen zijn die een filmpje maken. Ja, dat doe ik altijd. Ik zet daar een hele grote plooi. En er gebeurt iets dat mensen zich overal voor moeten verontschuldigen. Wat is dat? Ik ben aan het filmen met mijn hond blaft. Oh ja, sorry hoor. Hoezo? Een hond blaft. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Ik ben sowieso niet heel fijngevoelig, zeg maar. Dikke huid. Nee, dat vraag ik me af. Waarom is dat? Waarom moet iedereen zich constant overal voor verontschuldigen? Ik weet heus wel dat als je niet oppast wat je zegt, dan zeg je altijd wel iets fout voor mensen. Daarom heb ik wel geleerd in de loop van de jaren om mijn mening gewoon voor me te houden. Nou, dit ging redelijk snel, makkelijk. Toch is deze kleur echt prima voor mij. Echt, past echt heel goed. Een beetje concealer. Wat ik nu gebruik is de Age Perfect van L'Oreal. Kan je dat zien zo? Nou, weet ik niet. Dan doe ik altijd 3 stipjes. En dan met mijn hand. Nou, oké. Even over irritatiemomenten. Waar ik me aan irriteer. Wat is dat? Zo. Waar ik me aan irriteer. Ik heb op zich geen blauwe. Van de hak op de tak. Geen blauwe kringen, maar ik heb wel wallen. Maar niet verkleurd of zo. Dus ik heb geen heel dikke dekking nodig. sorry, waar ik me aan irriteer. Je hebt nu zo'n reclame op tv. Van het nieuwe seizoen van Married at First Sight. Ik ben Lennis Spook, zoals het nu is. Ik ga ondertussen even door. De elf poeder. En dan vraagt die Carlo Boshart op een gegeven moment aan iemand. Wat zoek je? En dan zegt hij, nou, gewoon een lekker wijf. En dat, ik weet niet wat het is, maar ik vind dat zo minderwaardig klinken. Nou, lekker wijf. Een wijf is bij mij echt zo. Een viswijf. En dan denk ik. Hoezo? Een lekker wijf. Je zoekt een leuke vrouw, toch?
Nou ja, goed. Weet je, mensen interesseren zich aan mij ook waarschijnlijk. Dus ja, nee. Dat is dan niet anders. We hebben met kerst bij mijn beste vriendin gegeten. Hartstikke leuk. Wij zijn maar met z'n drieën. Dus nou, dat mocht met kerst. Dus geen problemen daar, zeg maar. Ja, ik heb het niet meer gehad. Voor kerst. Kijk. Ik heb ook een liquid blush gehad. Voor kerst, van Charlotte Tilbury. Ook Pillow Talk. Oh, was niet goed. Maar dit is ook de Pillow Talk. Geweldig. Ik doe mijn plus dingetje even dicht. Ik zal even verder gaan. Disclaimer. Ik was nog bezig met de disclaimer voordat ik me weer liet afleiden. Ik ben geen make-up artist. Ik weet niet wat ik doe. Ik ben gewoon een hobbyist. Ik hou ervan om mezelf op te maken. Ik merk als ik het niet doe en mezelf niet eerlijk aankleed, dan ik ben het type mens dat heel snel verslonst. Dus moet ik mezelf dwingen, zeg maar. En om wel voor mezelf te zorgen. En daar horen dit soort dingen dan gewoon bij. Dus ik vind het, en ik vind het vooral gewoon leuk om te doen. Het is niet zo dat ik ervoor geleerd heb. Of dat ik weet wat ik doe. Of ik kijk wel veel make-up films, filmpjes. En ik pik daar gewoon af en toe eens wat uit. En ik denk, oh, dat is handig. En oh, dat is leuk. En ik snap natuurlijk wel dat ik kan niet mijn make-up doen zoals een hele mooie 20-jarige. Maar... want ik heb een andere huid en ik ben 48, nee, ik ben 47. Dus ja, dat. Ik zoek gewoon de dingen eruit die bij mij passen. En dat. Nou, tot nu toe gaat het goed, denk ik. Ik kijk wel eens in de spiegel en denk ik, als je tot hier kijkt, is het prima, zeg maar. Deze. Dit is veruit mijn favoriet. Dit is de Brow Setting. Heet dat zo? Bril. Dat heb je als je ouder wordt. Heb je een bril nodig om te lezen. Dit is ja de Brow Setting van Maybelline. In de kleur medium brown. En er zit dan aan één kant zo... de rijsysteem op. En aan de andere kant een soort sponsje met poeder. En ik heb heel veel geprobeerd. Ik heb ook de pomade van Catrice. Ook fijn. Maar dit is dan net even... ja, niet precies zo of zo, maar... en dan doe je zo met een sponsje eroverheen... heb je eigenlijk heel snel een hele mooie wenkbrauw. Gisteren, ik heb nog echt heel veel te doen vandaag. Gisteren zijn onze maandboodschappen gebracht. Voor de allereerste keer. Ik krijg nu een appje tussendoor. Voor de eerste keer. Want we hebben het vorige keer opgehaald. Dat beviel ons niet zo goed. En normaal gingen wij altijd boodschappen doen. Eén keer per maand bij de macro. Maar goed. Vanwege alle regels en alle dingen. En zo komen we zo min mogelijk. In winkels en buiten. En zo. Dus ik heb het nu laten bezorgen. Door de Jumbo. Brengen het niet binnen. Dus ik was blij dat Dennis en Wessel allebei thuis waren.
om het van de buitendeur in de keuken te brengen. Maar goed, er staat dus nog een heleboel. Ik heb het gefilmd gisteren, uiteraard. En er staan nog een heleboel gewoon houdbare producten, flessen en zo op de... aanrecht. Dus die ga ik zo even opruimen. Even een slokje water. Verder doe ik eigenlijk gewoon een hele simpele basic look vandaag. Ik heb niet zoveel zin en behoefte om iets uitgebreids te doen. En in het dagelijks leven draag ik eigenlijk nooit. Oogschaduw of zoiets. Dus dit is gewoon mijn basic everyday look. Waar ik nu al ruim een kwartier mee bezig ben, maar ik ben erop aan het praten. Wat vinden jullie van dat vaccin? Gaan jullie dat nemen? Gaan jullie dat niet nemen? Wij wel gewoon. Als het goed is, vallen Dennis en ik in de tweede groep. Zeg maar onder de 60 met indicatie voor je weerstand. Dit is de primer trouwens van de L'Oréal, de Paradise. Even gewoon lekker. Een Maybelline potloodje, lippotloodje. Maar zo even gewoon basic potloodje. Wat zal ik eens opdoen? Oh ja, ik wil deze opdoen. Dit is van Chanel. Dit is zo'n crayon. Ik moet zeggen, wat ik wel vaker heb bij Chanel, is dat het wat oranje uitslaat. Dan doe ik een heel klein beetje gouden lipgloss overheen. Of zag dat niet? Is het leuk zo? Even mat laten worden. Nee, geen lipgloss. Nu valt alles om hier. Serieus, echt. Nou, wat is dit? Nou, dat ruim ik zo meteen op. Ik heb de Maybelline Volume Infusion gebruik ik nu. Ik maak altijd maar één mascara open en gebruik die dan vervolgens.
Nou waren ze gekruld en ik de primer erin deed en je ziet er helemaal niks van. Dennis is wel vandaag weer aan de werk. Die was 6 dagen thuis. En ik zeg gisteren tegen hem toen we beneden zaten, want Wessel was even weg met een paar vrienden. Ik heb het idee dat je gewoon 6 weken thuis bent geweest, weet je wel. Het was maar 6 dagen. Ja, 6 dagen. Zo. Even onder gebruik ik de Kruidvat Skinny Ding. Niet omdat ik dat een hele fijne mascara per se vind, maar ik vind kwastje wel. Oké. Eigenlijk zou je een compilatie moeten maken van iedereen die make-up doet. Van alle lelijke gekke bekken die ze trekken. Best heel grappig is namelijk. Ik heb wat plekjes gecreëerd. Daarvan leg ik alvast even mijn toeltje neer. Hier heb ik de spreetjes staan. Dit is de L'Oreal Shake and Glow. Bijna op. Nou ja, bijna op. De helft. Iets over de helft. Ik zit te denken dat ik wel heel erg minder lijntjes ben gebleven. Maar goed. Het is een hele fijne mist. In die zin dat je het bijna niet voelt. Het is wel een hele mooie spray. Maar je voelt het bijna niet. Hij geeft wel echt een glow aan je gezicht. Nou, die lipstift rook toch wel mooi op. Ik dacht eerst nog, slaat vaak heel oranje. Ik heb een lupus. Slaat vaak heel oranje bij mij uit. Maar het valt, deze valt wel mee. Zo. Droog. En dan ga ik even kijken. Ik heb daar een speciale spoelie voor. Als het namelijk opgedroogd is, kan je met een spoelie, en ik geef toe, het is echt geen fijn gevoel, maar kan je heel makkelijk zo de mascara weghalen. Dat was hem, ik ben klaar. Dit is mijn everyday look, eigenlijk. Ik heb alles verborgen wat er verborgen valt te zijn en mooier gemaakt wat er mooier kan, moet. Je kunt niet allemaal Duits goed zijn. Niet te veel gekletst, wel een kleine irritatie. Ik heb nog wel meer irritaties van dingen die ik hoor op tv, dat ik echt denk, hoe dan? Waarom, weet je wel. Maar die mensen die dan zeg maar bij door die speech van Rutte heen gaan hangen en zo. Nou, dat weet je. Moet iedereen zelf weten, maar nou ja, goed. Ik ga verder met mijn dag. Fijne dag. Hou je aan de regels. Stay safe en tot de volgende keer.